De in Uden geboren Gerrit van Dijk is afgelopen dinsdag, één dag voordat hij 74 werd, overleden. Naast animatiefilmer was Van Dijk ook kunstschilder en regisseur. Van Dijk is geboren in 1938 in Uden en heeft zijn jaren op de kleuter- en basisschool in Volkel doorgebracht. Op zijn 22e vertrok hij naar Haarlem. Was... Ja, 18 mei. Dat was de dag dat ze mij vertelde dus dat ik nog een paar maanden te leven zou hebben. En toen dacht ik, nou ja, wat moet ik dan nog doen? En toen maakte ik een combinatie van twee dingen. Omdat ik heel snel vermoeid raakte, moeilijk in slaap kon komen. Toen dacht ik, weet je wat, zo gauw als ik echt wil gaan slapen, maak ik nog één tekening, iedere dag. En dat wil ik doen zolang als ik het leven heb. En met die tekeningen, wat een soort dagboektekenachtige tekening wordt, die monteer ik dan als een animatiefilm. Daar ben ik ook al mee gestart. Ik heb al een kleine montage gemaakt, dus dat je een indruk krijgt van hoe die film eruit gaat zien. Hoe lang die wordt, dat weet ik niet. Ik tel mijn dagen, ik tel mijn tekeningen. Dat is het. Thank you.